Welkom. Vandaag over afweer en voornamelijk wil ik het hebben over fagocyten. Even snel het afweersysteem. Afweersysteem kan je beschrijven als drie afweerlinies. Dus linies waarmee bacteriën in een soort van oorlogvoering doorheen moeten breken voordat jij ziek wordt als persoon. De eerste is de huid. Hè? Dat is aspecifiek afweer. Dat betekent de huid zit, dat let niet op wat voor soort bacterie of virus er aankomt. Die huid die werkt heel goed om zaken buiten te houden, omdat huidcellen zijn dood, aaneengesloten. En dode cellen kunnen niet ziek worden. Slijmvliezen, ja, in alle openingen van onze, bijna alle openingen van onze huid, ogen, neus. Ja, er zitten slijmvliezen. Die slijmvliezen die zorgen ervoor dat alles blijft plakken. En daar zitten bactericides in. Maagzuur, alles wat we binnenkrijgen, wat we door kunnen slikken, dat verdwijnt in het maagzuur. Dat is erg zuur. En daar houden de meeste ziekteverwekkers niet van. De tweede linie, ook aspecifiek, zijn fagocyten. Zoals bijvoorbeeld macrofagen, neutrofielen of monocyten. En een ontstekingsreactie. En die ontstekingsreactie die ken je allemaal wel als je een keer hebt gesneden of een wondje hebt gehad wat rood wordt en opzet. Ja, dat rood dat komt natuurlijk door een grotere toevoer van bloed. Opzetten komt meer vloeistof en dat brengt natuurlijk witte bloedcellen naar de plek waar bestrijding nodig is. Dus die ontstekingsreactie is ook weer aspecifiek, een zeer goede manier om allerlei cellen die ziekteverwekkers te lijf gaan, om die op de plek van bestemming te brengen. Derde linie is een specifieke afweer. Dat gaat over bepaalde witte bloedcellen of lymfocyten, TC-cellen en antistoffen. Daar hebben we het nou niet over, daar gaat een ander filmpje over. Waar ik wil inzoomen is fagocyten, want dat is vrij bijzonder. Die fagocyten, dat zijn gewone cellen van jou en van mij. Dus die hebben een celkern en die hebben allerlei eiwitten op een buitenkant in een celmembraan zitten. En die zien hier een bacterie, dat is natuurlijk niet naar schaal, want een bacterie is vele malen kleiner dan dat ik getekend heb. En die bacterie die kan een link aangaan met die fagocyt. En op het moment dat dat gebeurt, dan gebeurt er iets moois in die fagocyt. En dan lopen we even naar deze kant. Die fagocyt die groeit en dat gaat vrij snel. In een paar seconden klapt die helemaal over die bacterie. En op het moment dat die zeg maar rond is, een soort van donutvorm heeft, dan heeft hij die bacterie zeg maar opgeslokt. Alleen zit daar nog zijn eigen celmembraan omheen. Dat pakketje wat dan in zijn eigen cel zit, dat noem je een fagozoom. Dat gaat hij dan afbreken. Daar komen andere blaasjes bij met eiwitverterende of bacterieverterende stoffen. Die smelten samen en die bacterie die wordt verteerd. En die verteringsproducten, die heb ik hier als losse kleine eenheden getekend. En die fagocyt die zorgt ervoor dat een aantal van die producten, van die verteringsproducten, wat dus kleinere eenheden zijn, vaak zijn dat eiwitten, dat die op een eiwit aan de buitenkant van zijn cel terechtkomen. En je vraagt je misschien nou af, maar waarom wil die dat? Want hij heeft nou die bacterie al om zeep gebracht. Want er is al, die bacterie is dood. Waarom wil die nou een stukje van die bacterie aan de buitenkant van zijn cel brengen hier? Nou, dat is cruciaal voor de specifieke afweer. Die fagocyt laat op die manier zien wat hij verteerd heeft, wat er kennelijk in het lichaam te vinden is. En die kan zo dus deze derde linie aanzetten. En die stap is dus cruciaal voor het specifieke afweersysteem. Dat stukje van die bacterie, dat zet hij in een bepaald eiwit. En dat eiwit heeft een nogal lange naam. En dat korten we af met een MHC, Major Histocompatibility Complex, nummer 2. En er is een nummer 1, daar hebben we het later nog over. Op het moment dat hij dat doet, is het een antigeen presenterende cel geworden. En een antigeen is niets anders dan een deel van een eiwit, een polypeptide, van iets vreemds, wat die cel dus presenteert, dus laat zien. Nou, dit is een mooie manier waarop dus deze fagocyt, het aspecifieke afweer, de koppeling is tussen het aspecifieke afweer en het specifieke afweer. Zoals ik al zei, die fagocyten, dat kunnen vele verschillende cellen zijn. Macrofagen, neutrofielen, monocyten. Nou, neutrofielen, dat zijn de meest veel voorkomende fagocyten.
leukocyten die met behulp van dit systeem te werk gaan. En die zijn het meest voorkomend en ze gaan ook erg snel te werk. Dus ze zijn snel op de plek van bestemming. Klein overzicht hoe dit werkt. Ja, hier komen we in de les of in de module nog een keer op terug. Begrijp je het niet? Spoel het nog een keer terug en kijk het rustig nog een keer over. Succes!